ik ben John. We staan hier vanmiddag bij de Verkadefabriek, waar we met heel veel verschillende mensen in gesprek zijn gegaan over alle acties die wij genomen hebben naar aanleiding van de nieuwe visie op gedeelde mobiliteit. We zijn nu aan het kijken hoe we die verder kunnen uitwerken. En dat willen we vandaag delen en aangeven waar we nu staan en input op ophalen. We hebben gewoon een plenair gedeelte waarin we het grote verhaal uitleggen. Waarbij we zeggen van we hebben heel veel bouwsteentjes waar we mee bezig zijn. Drie van die bouwstenen hebben we eruit gelicht en daar hebben we deelsessies voor belegd. Waar iets dieper op die bouwsteen wordt ingegaan en gekeken wordt van oké, zo zijn we er nu mee bezig. Wat vinden jullie daarvan? Wat doet dat met je en waar kunnen we nog verscherpen? Je moet kijken echt vanuit de reiziger. Ja, er was een sessie die keek naar integratie OV en doelgroepenvervoer. Daar is echt heel breed opgehaald van welke kansen zien mensen, hoe kijken ze er tegenaan, wat zijn mogelijke oplossingen. Er was een sessie waarin werd ingegaan op een mogelijk lijnennet, eerste schets voor de toekomst en de combinatie van direct, flex en samen op basis van huidig gebruik. En dat was een sessie die meer keek naar allerlei mobiliteitsdata om te kijken van waar is het mogelijk potentie als je breder kijkt naar mobiliteit. Ik vond het heel waardevol dat hier heel veel dingen teruggelegd worden in zo'n grote groep van gemeenten en heel divers. Prettige houding van meedenken, kritische vragen, maar ook inzichten dat mensen zeggen van oh, dat wist ik niet. Nou, ik denk heel mooi inzicht is de vele data die er is en de zoektocht die we daarin hebben, wat kun je er allemaal mee? Het andere ook, dat denk ik ook wel weer de bevestiging dat het heel belangrijk is om te kijken hoe kun je hier samen aanbouwen. Dus echt de samenwerking gaan opzoeken, hoe kun je elkaar samen vinden, welke opgave hebben de gemeente, hoe kijkt de provincie er tegenaan en op die manier te gaan organiseren met elkaar hoe je dat samen uiteindelijk vorm kan geven aan die hele visie.